Als je mijn beeld is, dan ga dan gauw weg. Hoppakee. Ja, mevrouw, ja. Nou kunnen we beginnen. Goed, veel succes. Dankjewel. Nou, hoe heet u? Johannes Antonius Maria. Zo. Van Groningen. Echt hier uit de buurt? Ja, echt. Van Groningen vroeger, van de bakker en zo. Van Groningen. Nou, de bakker, dat was in eerste instantie een oom. Oh. Dus dat was een broer van mijn vader. Ah, ja. En daarna hebben mijn neef de bakkerij overgenomen. Wanneer bent u geboren? 1 september 1950, dus ik ben 58. 58 jaar. En waar bent u geboren? In Loo. Oh. Maar daar zit een verhaal aan. Nee, eerst dit. Oh, dat doen we. En waar woont u nou? In Groessen. Ja. En bent u getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Met wie? Met Tony. En hoe heet ze van de meisjesnaam? Bouwman. Tony Bouwman, met een W of zonder W? Met een W. En waar kwam ze vandaan? Uit Arnhem. Oh, Arnhemse. En heeft u kinderen? Ja, we hebben 3 zoons. En hoe heette ze? De oudste is Mark, Paul en Erik, dat is de jongste. Okay. Waar zou die afschuwelijke weg komen te liggen? Kunt u dat aanwijzen hier? Ja, dat is niet zo heel ver hier vandaan. Dat ligt eraan in welk tracé uiteindelijk gekozen wordt. Als we uitgaan van het bestuurlijk focus tracé, wat de gemeente, wat de provincie en de stadsregio in eerste instantie hier aangegeven hebben, dan is dat een meter of 400. Ja, weet je dan. Nou, dat is hier achter dit bedrijf, die kant op. Daar loopt van die kant uit, daar heb je Pannendes Kanaal. Ja. En dan loopt daar dus de Betuwelijn. In die richting. Ja. En daar zou die dus nog voor kunnen komen in dat tracé. En waarom wilt u dat niet? Nou, omdat de leefbaarheid, zoals ik net al zei, van dit gebied dan echt en zeer ernstig in het gedrang komt. Dus dat is heel jammer. Oké. Okay.